Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog voor mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is maandag en de week is weer begonnen. Het weekend is voorbij, ligt weer achter ons. We hebben natuurlijk een ontzettend leuke weekend gehad met de kermis in Eindhoven. En ja, het is nu weer maandag. Vanavond is de première geweest van de kermis in Eindhoven. Ja, ging lekker. Zaterdag opgenomen en maandag al online. Dus ik was er in ieder geval lekker vroeg bij om die vlog zo snel mogelijk voor jullie online te zetten, zodat jullie hem allemaal konden bekijken. Dus in ieder geval van de week wordt het bloedheet weer. Ik heb het al gezegd in de vorige vlog. En waarschijnlijk gaan we weer om 6 uur beginnen. Zijn we 12:30 klaar met werken. En dan, na 12:30 dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik een beetje uitrusten. Het zal weer ontzettend warm worden. Ook minder goed nieuws. Mijn buurman ligt in het ziekenhuis. En het was van het weekend al niet echt heel erg goed. Nu is die, vandaag is die opgenomen. Dus we hopen maar dat het beter wordt en dat hij zo snel mogelijk weer thuis is. Ik trap ergens op, maar ik denk, wat is dat nou? Ik weet niet wat het is. Nou ja, het zal goed wezen. Ik ruim het zo wel even op. Dus dat is eigenlijk een beetje de dag van vandaag. Vandaag weer met Ricardo gewerkt, met Sander gewerkt. En morgen dan trouwens ook met Joost gewerkt. En morgen weer een nieuwe dag. Ik weet niet of dat morgen ook met Joost werk. Maar we gaan het vanzelf wel zien. In ieder geval. Ik was vanmiddag thuis. Dat was ook wel grappig. Ook wel een grappig verhaal was dat. Ik was thuis gekomen. En op een gegeven moment na een uurtje of zo. Ik moest wat pakken. Ik moest naar de douche. Moest ik eventjes om wat te pakken. En ik zie ineens daar gewoon de complete voordeur, die staat gewoon open. Dus ik pak die deur beet en ik kijk even naar buiten. En het was deze boef. Die liep gewoon in mijn voortuin, liep die gezellig. Die had zoiets van, hey, ik zie een heel klein gaatje, zie ik. Dus dan kan ik mooi eventjes de benen nemen. En even buiten kijken. Nog een beetje bang, nog een beetje, dat wel. Bobo. Ja, grote jongen. Moet maar kijken, die ondeugende kop van hem, hè. Nou, dit is een ondeugend weetje, is het ook. Ik ben een lief ondeugend mannetje, ben jij. Nou, met Dribbel gaat het ook goed. Dribbel wou aandacht en die ging met zijn scherpe nagels even lekker in mijn arm. Kijk, hij is lekker aan het eten nou eventjes. Heerlijk. Hoe heet dat? Morgen ga ik weer lekker koken voor mijn moeder. Dus dat is ook wel weer lekker. Ik moet eigenlijk nog even energy halen, want die is op. Vandaag is de laatste energy er doorheen gegaan. Dus ik moet nog even van de week even drinken halen. En ik heb nog een lekkere flessen Bacardi. Die carte blanche is bijna op en ik heb nog een lekkere fles Bacardi Spiced. Is echt lekker om met cola te mixen. Heerlijk is dat. En ik heb nog een beetje rode vodka staan, dus dat is lekker met energiedrank. Ja, hè? Kijk hem lekker eten, die oude boef. Ja, trouwens ook nog eens eventjes hoe heet dat? GTA. Voor de mensen die ook op mijn Twitch kijken. Zijn de laatste paar dagen zijn er even geen livestreams geweest. Ik was druk. En op het moment dat ik het niet druk had, had ik eigenlijk niet zoveel zin eigenlijk. Lekker televisie kijken, een beetje op mijn gemakkie. Een beetje series kijken. Ik vind het nou weer toen was gelukkig om gewoon te kijken. Ik had nou weer een nieuwe serie.
Dat is van Johnny Kraaikamp senior. Ja, die is inmiddels al een paar jaar alweer overleden natuurlijk. Maar dat was een serie uit 1988 tot 91 of zo. Laat maar zitten. Daar zit ik nou ook weer alle afleveringen van te kijken. Echt geweldig. Moet echt zo ontzettend lachen. En ja, GTA had ik eigenlijk niet zo zin in. Ik heb de laatste paar weken, nou eigenlijk maanden eigenlijk, heb ik achter elkaar elke keer GTA gespeeld. En ja, ik ben een beetje GTA moe eigenlijk even. Ik had er even geen zin meer in. Ik had zoiets van, ja, even een ander keertje. Ik heb er nu even geen zin in. Ik ben nou weer met Planet Coaster bezig. En ik heb ook wel eens avonden. Nou, daar heb ik gewoon echt helemaal geen zin om te computeren. En dan ga ik gewoon lekker op de bank lekker televisie kijken. Ga ik lekker leggen, een kussentje erbij. En dan val ik vanzelf wel weer in slaap. Ja, dat moet ik ook af en toe hebben. Even mijn rust even hebben. Inmiddels ja, is het weer rustig, gelukkig hier in huis. Hun zijn weer vertrokken hier boven me. En ik heb lekker weer even rust. Dus ja, die rust kan ik wel heel goed gebruiken. In ieder geval, dat was eigenlijk even een beetje mijn maandagpraatje eigenlijk. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vond je deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. Binnenkort komt er weer een buitenvlog. Ga ik weer een buitenvlog opnemen. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.